pakken naar de bank. Ik draai even mee. Goedemorgen, tenminste, dat is het voor mij nou op dit moment. Welkom bij Schoonschijnel, de uitzending van mei. Ja, we gaan er maar eens vroeg op uit, want het wordt vandaag 27 graden. Pinksteren. Als dit uitgezonden wordt, is het alweer aan mei. Maar goed, wel. Ik zit hier op het schoonste plekje. Achter ons de blokhut van het Heenpark. En de vogels die zingen al dat het de lieve lust is. Uitgangspunt, het schoonste plekje, Heenpark de Blekkert. Natuurlijk als sleutelfunctie voor het Schijnlands landschap. Want daar zijn wij in 1989 voor hiermee begonnen. En dat is gewoon simpelweg het reclame maken voor het Schijnlands landschap. We hebben dit Heenpark destijds omgeleid met alle aspecten van de tuinarchitectuur in ons achterhoofd. Maar ons vooral laten inspireren door het Schijnlands landschap zelf. En hier hebben we dus 10 verschillende landschapselementen destijds omgeleid. En in 1997 hebben we zelfs nog een stukje openbaar plantsoen mogen inrichten. En daarmee is het Heenpark uiteindelijk uitgebreid tot 2 hectare groot. En ligt nu in een soort hoefijzervorm rondom het tennispark van Skinlo. En daarmee hebben we dus eigenlijk sportieve buren. En zij hebben natuurlijk ook een mooie groene omlijsting van het park. Ik ga dadelijk van hieruit een wandelingetje maken met onze top en maak deze keer mee richting het gebied van de Wielse Kamp. Want het thema van vandaag is nije natuur in Schijnel en of daar natuur maakbaar is, dat kun je hier overal zien. Want toen wij hier ooit begonnen, toen was het nog één grote woestenij en was het alleen maar rauw gras en voor de verder rest geen aparte bloemenrijke vegetatie. Nou, we gaan vandaag kijken naar de Wielse Kamp en door zullen we dus ook zien hoe de nije natuur aangeleid kan worden. Want 2 jaar terug zijn door poelen aangeleid, zijn door nije stukjes bos aangeleid. En ik ben heel benieuwd hoe dat er nou bij ligt. Dus, top. Heel veel zin in. Gaat je mee? Ja. Nou, we zullen allemaal meenemen. Balletje, ja, rustig. Ja, goed zo. Ja, aangekomen vanaf de bosweg ben ik hier over de parallelweg gelopen langs het Spierkesbos. En zo ben ik hier bij de Wielse Kamp uitgekomen. Achter Wielse Kamp kunnen we naar de Zandweg hierin. En dan ben ik dus bij het Kraaienspot. Het Kraaienspot is een naam te danken al aan die zogenaamde krijtplek. Een open plek. Krijtspot. Kraaienspot is daar geworden. En dat is altijd een rare naam geweest. Omdat er ooit misschien als een soort toernooiplots is geweest hier, weet ik wel, in het verleden. In ieder geval, het zandwestje hier naartoe is een gemengeling van eiken, berken, voornamelijk eiken. En aan de zijkanten van deze buske, van deze laan, is een nieuwe aanplant neergezet. En dan kun je dan gelijk zien dat Staatsbosbeheer hier dus het stukje wil uitbreiden. Het Kraaienspot wordt een hele grote plek, want 48 hectare nije natuur wordt hier aangeplant. En het karakter verandert hier helemaal van een akkerbouwgebiedje tot een ecologische verbindingszone van achter men het woud met het Werpersbroek. En het wild kan hier zijn weg al vijnen, dwars door het Kraaienspot heen naar de Gilders. En je kunt dan de sporen hier en door al zien dat er al volop gebruik van wordt gemaakt. Hier kun je mooi zien het uitgestrekte gebiedje nou van het Kraaienspot is dus nou een flink bos geworden. En als je naar de verrekijker het gebiedje bekijkt vanaf Gaarsel, de Vogelenzang, hier helemaal naar rechts langs de provinciale weg, kom je hier bij het Eikenlaantje uit. Dan heb je al een klein beetje een idee van de enorme oppervlakte die hier aangeplant is. Ja, dit is een geweldige grote verbetering en verruiming van de mogelijkheden van het wild.
Jongen, wat is deze een mooi stukje geworden. Ik klok er nou even van de pad af. Ik steek even een stukje waai over. Er is een nieuwe poel aangeleid. En ik heb gehoord dat er heel veel moois te zien is al aan libelles en dat soort spul. Dus dan gaan we even kijken. Prachtig uit de poel. Overal kwabben. En nou is het spannende natuurlijk. Hier schijnt de juffer ver te komen. De azuurjuffer. Hè, genoemd naar het azuurblauwe. Wat je ook in zijn lijf. Hè. En de larven ervan. Die moeten hier dus tussen die plantenstengeltjes overal in zwemmen. Dus het gaat deze keer niet om kwabben. Maar in een veel delicatere kwestie. Het zijn namelijk een soort... hele tengere waternimfjes met drie startjes hebben ze en een heel mooi pakketje op de rug van vleugeltjes. En daarvoor gaan wij niet meer grof geschud, maar met een heel mooi fijn mazig netje gaan wij aan de slag. En dan pakken we snel een petrischaaltje met helder water erin. En zetten we het hier even, kunnen we het allemaal volgen. Hier even neer. En de inhoud van het netje in het petrischaaltje ondersteboven. Ik kom even naar jullie toe. Kijk, hier zwemmen ze. 1, 2, 3, 4. Mooie larven van de juffers, de waternimfen. Maar ik zie ook tot mijn ontsteltenis dat er vis bij zit. Ja, en dat is ook het probleem hier. Nou, ik ga het weer terugzetten. Maar aangezien hier dus al vis bij zit, is dat het probleem ook van deze poel. De poel is eigenlijk een beetje te groot voor amfibieën en voor libelles. Natuurlijk, de juffers en de libelles die maken er dankbaar gebruik van. Maar als die vis dadelijk hier zijn eigen gaan vermeerderen, dan hebben ze natuurlijk geen schijnbare kans. Want dan worden ze als hapklare brokken zo naar binnen gesloeperd. En dan zal een aanzienlijke aanslag plegen op het biotoop van de juffers en de libelles. Dus met alle goede bedoelingen ook, maar de bewoners die hier dus al vis opgezet hebben, ja, die hebben eigenlijk de natuur niet echt geholpen. Het wordt al zomerse temperaturen. Kom eens even, ben ik even zwemmen. Hey, let op, hè. Let op. En... ja. Nou ligt hier het kraaienspot nog één poeltje meer. En dat is eigenlijk vanuit natuuroogpunt is dat nog een bittere poel. Want die is min of meer per ongeluk ontstaan. 10 jaar geleden was deze al een enorme natte plek waar je alleen al met laarzen doorheen kon. Maar nu hebben ze door het afplakken is hier nog iets lager komen te liggen. En we schetsen onze verbazing. We hebben hier nou de heikikker gevonden. Een behoorlijke zeldzame kikker. Die je eigenlijk alleen maar bij de Vresselse putten, zo, bij de hazenputten, dat je ze door kon fijnen. Maar nu zitten ze ook voor het inschijnen sinds kort, dankzij deze poel. En we kijken eens hoe dat je eruit ziet. Ik blijf dus hier liggen. Het wiegelt hier van de kwabben. Maar dat zijn dus, vermoedelijk dus, de kwabben van de heikikker. Die zijn hier al in februari bezig met het afzetten van de eier. En het water is hier dus absoluut niet dieper dan een centimeter of 10. Die heikikker is dus veel slimmer dan zijn neven aan die kant, de bruine kikker. Want zijn eieren die hebben hier maximale kansen van uitkomen. En die kwabben
hebben 2 tot 3 maand nodig voordat ze een, ja, in een metamorfose tot een echte heikikker ontstaan. En nou zie ik er volgens mij hier in een, ja, dat moet een, als het goed is, een heikikkertje zijn. Maar dan moet hij wel even blijven zitten. Vrouwke. Een heikikker heet een beetje een driehoekig kupje. Dat kunnen we herkennen. Zie je hem? Een driehoekig maskertje. Een vleksje achter zijn oog. Hij is middelgroot. Een stukje kleiner dan onze bruine kikker die je kent. Hij blijft nog goed zat zitten. Het manneke is net zo groot als het vrouwke. Alleen is helemaal blauw. Dat is een heel raar iets om te zien dat je ze hier in februari zo rond carnavalstijd bezig ziet. Dan hebben ze er eigen blauw kieleken aan. Nou, kom op jongen. Hup. En de kwabben van de heikikker die zitten hier volop nou. Even een por. Zitten ze juist. Het zijn ook flinke jongens. Maar ja, ze hebben ook al vanaf carnaval hier al kunnen groeien. En kijk, er zit zelfs een libellenlarve. Best ziek nou. Ze zien er heel anders uit als die van een juffer. Kort gedrongen. Maar dat is een jonge libellenlarve die hier tussenin zit. Een beetje meer water erbij doen. Nog even. Zo. Kijk, door krept hij rond. Onze libellen. Hij is nog maar klein, hij moet nog 3 jaar groeien voordat hij een echte grote libelle wordt. En het verschil tussen de libelles en de juffers, dat kunnen die hier dadelijk zien, want ze vliegen hier rond als echt van die helikopters. Nou, daar zwemmen jongens. Ja, een schitterend poeltje. Ik besef trouwens ineens dat ik op mijn telefoon van het vuur het geluid op heb genomen van de heikikker. Dat is de avondkoor. Hè? Ja, hè? Het is een geluidje waar een beetje de vergelijken wordt met het klokkengelui. Maar ja, dat zeggen de Limburgers dan, maar ik vind het ergens anders op lijken. Ik zal het wel eens even laten horen. Hoe gaat het ook weer? Zoiets. Mooi hè? Bop, 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 bop. Dat zijn dus de mannetjes in een blauwe kiel. En rond carnaval zingen ze zo. Heel mooi. Van onze grote vriend Ben Peters heb ik destijds gehoord dat we hier echt een heilige eik hebben. De dikste die hier staat. Die zo voor mensen die helaas veel last hebben van langdurige kotsen. Zoals ze iemand er hand op hoeven te leggen. Een weesgegroetje. En misschien 2 weesgegroetjes en een onze vader en een rozenkrantje bidden. En dan was het gepiept. Dan zou de kots overgaan. Ja. Maar of je nou hier nou magische gaves aan toedicht aan zo'n mooie boom. Is voor mij nog het even. Voor mij blijft het gewoon een prachtig monument. Ik hoop dat je hier nog heel langzaam blijft staan. Ja, hier nou de VVV van het Kraaispot, hè? De vlindervriendelijke vegetatie. Hoe zit het op? Dat is mooi zitten. Hier de magrietjes, die staan hier mooi te bloeien. Ze hebben ze op net ingezaaid volgens mij toen ze hier de sloot op net aangeleid hadden. De echte koekoeksbloem. Met zijn mooie fijn roze slippen, die trekken heel veel oranje tipjes, die vlindertjes van Koninginnendag. En veel geaderde witjes aan. Ik heb hier ook heel veel zoogjes zien vliegen. Het zijn weliswaar de gewone dagvlindertjes, maar die zorgen, of die willen eigenlijk zo'n vegetatie hier aan de rand het liefste hebben. Ze verdwalen dan niet en ze hebben meteen houvast. Elke vierkante meter is er volop nectar te vinden voor de vlinders en afzetmogelijkheden voor eikens op te zetten. Heel schoon.
Hier zitten die vier percelen waar vroeger akker en weilanden waren. 1, 2, 3 en 4. En die zijn nu dus helemaal afgeplakt. Het riet dat begint nu weer goed door te schieten. Over een maand kun je hier al niet meer doorheen kijken. Maar je kunt op de achtergrond heel mooi zien dat hoks op het kraaienspot die vier percelen nog helemaal intact zijn gebleven. En dus het kleinschalig landschap gerespecteerd wordt. Wat nou interessant is, waar komt er nou allemaal op hier? Ik zie hier al rondom me heen allerlei berken en willigenopslag. En ik ben bang voor dat hier over een jaar of twee, dat er al een flink bos ontstaan is. Want dat is nu helemaal het doel van moeder natuur. Kale grond, zorgen dat er begroeiing op komt. Dus of ze zullen daar moeten gaan maaien, of ze zullen er koeien op moeten jagen, denk ik. Op de plekken waar in het landschap de sleu nog te zien zijn, er komen pinksterbloemen en koekoesbloemen overal boven. En nou is natuurlijk altijd de vraag van welke pinksterbloemen zitten de rupsen van het oranje tipje. En ik kies altijd zo'n solitaire groep om te zoeken, want ik denk in de bril van een oranje tipje, want rupsen zijn kannibalen, dus je kunt maar beter uw eikens afzetten, één voor één, op losstaande bloemen en niet op hele groepen. En dan zijn de kans dat de neven en nichten en broers en zussen elkaar optreden. Eens even kijken. Ja, let op, hè. Hier, het is nog maar een heel klein rupsje om te zien. 4 mm groot. Maar hij doet al zijn best om op een bontje te lijken van deze pinksterbloem. Dus de oranje tipjes die lusten alleen maar pinksterbloemen. En ze weten dus, ik leg maar één eiken op één bloem, want anders vreten ze elkaar op. Deze rups die zal over een week of drie zo groot zijn als een bontje van ongeveer 2,5 centimeter lang. Dan verpopt hij en wordt hij al dezelfde zomer al een mooi volwassen vlinderke. Hey, interessant. De zonnedauw die is verhuisd. En hier spult het drama zich al af. Hier een langpootmugje. Kijk eens, top, beestjes. Ja, kijk uit, dan zit er zelf vast. De druppels van de zonnedauw doen zijn werk. De lijm, als het ware, die houdt het insect vast. En hier is zo weinig voedsel dat de zonnedauw het vooral moet hebben van de stikstof die in het insect zelf zit. Dus helaas, jongen, ik kan jou niet meer helpen. Je zult verteerd worden binnen nou en een dag. Maar er staan hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 30 plantjes zo op een vierkante meter. Ze zijn dus verhuisd van een stukje hei waar eerst afgeplakt was. Nou hier, deze is weer typisch pioniersituatie voor de zonnedauw. Heel schoon. Ja, de sporen in die verse grond zijn al heel duidelijk te zien, hè. Hier is een ree hard gelopen. Ze kunnen zien aan de teentjes aan de achterkant van de poot. Ja, hier kunnen ze het heel goed zien. De teentjes aan de achterkant. Met zijn snuffer erboven. Ja, lekker het op. Ja, dat is terug. Die aan de achterkant zijn de hoefjes die een centimeter of 4, 5 van de grond afhangen. En met zijn tenen aan de voorkant zet hij die breed. Kan hij hard rennen. Maar dan raak je tegelijkertijd om meer draagvlak te krijgen met die twee achterhoefjes de grond. En ik zie hier ook graafbijtjes of graafwespen, dat kan ik niet zien. Die maken ook gebruik van deze, wat vind ik wel een nieuwsgierig ding. Die maken gebruik van die harde grond om op die manier dus hun nestjes te graven. Ja, zo het gebiedje van het kraaienspot begint zo toch heel wat meer impact te krijgen dan zoals we het voorheen kenden. En ik denk, hier zo zittend aan het open heiveldje, dat het best wel een mooie stop kan zijn voor een wandeling. En je zo vanaf Dilsdorp hier erin gaat en je pikt dan het hele stukje kraaienspot mee, kun je hier rechtsaf naar Gaassel of je kunt linksaf terug over Delft en zo weer terug naar Schijnel.
En dat gaan we nou doen, Top. We gaan nu even terug naar het schoonste plekje. Kom. En we zijn mooi voor de het kloor, zoals we moeten gezeten hebben. Kijk maar eens wat ik in de koelkast heb gevonden. Nog een Sintse Vatemis. Nee, dat is niet voor jou. Gedaan. Maar dankzij speurwerk van onze geluidsman en van onze cameraman hebben we vandaag toch weer iets moois ontdekt. Ik kan namelijk niet in ons draaiboek staan dat we zonnedauw zo gaan vijnen vandaag. En dat is toch weer mooi gelukt. Chapeau, heren. Ik zal het bij jullie op de palmares schrijven dat jullie onder het leger van onze floristen weer een ereplekje krijgen. Ik zeg proost op de goede afloop. Hij ziet er weer goed uit, onze Sintse Vatemis. En de volgende keer gaan we weer op zoek naar een schoon stukje schijnel. Houdoe.